Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik zit in de auto om naar stal te gaan. Het heeft vannacht voor het eerst gevroren dit najaar. Dus natuurlijk heb ik weer de eer om de nachtdienst te hebben. Wat voor mij, mijn telefoon gaat waar dat nu nog min 2 is. Dus ik heb ook mijn vliersgevoerde rijbroek aan. Mijn winterjas en thermoshirt. En dan ga ik maar naar stal. Oh, en ik heb er aan gedacht om een thermosfles mee te nemen met... kokend water, dus kan ik in ieder geval thee maken op stal. Nou, de paarden zijn lekker aan hun ontbijt. En ik heb het nu al warm. Dus ik ga even voelen hoe zij het aanvoelt onder een deken. Of deze warm genoeg is voor deze temperatuur. En daarna ga ik uitmesten. Ja, voelt warm genoeg aan. Mooi. Ik wilde eigenlijk een soort van schrik slash leiderschapstraining gaan doen. Anderhalf uur en 2 kruiwagens later ben ik klaar met uitmesten. De paarden staan nu een beetje nog half te eten. En ze staat daar uit te buiken in de zon. Een beetje half te slapen. Ik ga nu even een kopje thee drinken en ga ik daarna een spullen bij elkaar zoeken voor een schrikparcours. Nou, ik heb zoals je ziet wel charmant mijn GoPro op. Ik ga je zo even het parcours laten zien. Het is iets minder spectaculair dan ik had verwacht, had gehoopt. Ik had gehoopt dat ik ook een zeil kon pakken en gewoon iets meer kon maken. Maar dit is alles wat ik kon vinden. Dus we gaan het hiermee doen. Ik dacht eigenlijk zo mijn cap op, maar ja. Ik wil mijn cap niet opzetten voor GoPro, dus dat doe ik maar niet. Ik heb hier vlaggetjes gemaakt. Ik wou eigenlijk een poortje maken, maar we hebben maar 1 slinger met vlaggetjes. Die moet ik gewoon even een keer 1 bijkopen. Ik heb een vlag. Ik heb hier zo'n klapperding, bellenblaas, zo'n fluitje-achtig iets. Hier heb ik een sprongetje, dus haakjes, met van die IKEA-potjes. En daar heb ik nog een bal liggen. Goed zo, knappe jongen. Hé, daar krijg je een snoepje voor. We moesten net aanlopen en het trapte niet tegen de bal aan, maar toen stond de camera nog niet aan. Dus ik hoop dat het op de GoPro staat, maar ik betwijfel het. Jij hebt je goed gedaan. En daarna wilde het niet meer doen. Dus we gaan verder met de andere dingen.
eraf. Kom. Je loopt er niet lekker mee, jongen. Kom. Nou, ik heb net dus even een rondje buiten gedaan, alleen met Zenit. Dat ging eigenlijk best wel goed. Ik hoop dat mijn GoPro de beelden heeft gefilmd. Alleen ik kreeg memory card error, dus ik weet niet of je dat gedaan heeft of niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, voelt eigenlijk wel goed. Toen dacht ik wel even gaan draven, maar toen liep je echt niet goed. Dus ja, het is toch dat achterbeen waar die mee tegen krukje aan is gelopen, die is toch niet. Toen ben ik ook zelf ook, maar ben ik zelf ook wel vrij snel afgestapt. Ik heb nog zoveel vocht. Of zit het daar gewoon los? Dus dan ben ik zelf ook maar afgestapt. En gewoon aan de hand verder gegaan. Dus ik ga nu ja, maar even koelen. Hij voelt dus, hier voelt hij wat warmer aan en hier. En ook een, hier aan de binnenkant van de pees. Daar heb ik nu koeling gel op gedaan, maar ik heb ook dit dik is. Nou, dit krik is dus de boosdoener. Dus op zich kan hij niet echt hoger. Kijk, hij is volgens mij gaan kantelen. Dus de kantelzend die daar tegenaan is gekomen. Maar die bult daar, weet ik niet. Normaal gesproken zakt het vocht toch juist omlaag.